Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelda Blade vindt weer terug met de final aflevering van Luigi Galaxy. In de vorige aflevering hebben we de laatste sterren te halen gekregen. En op het einde had ik het over de 121ste ster. Maar het blijkt dat de 121ste ster pas open gaat als wij Prinses Peach redden. Wat nogal logisch is. Dus laten we maar met Rosaline gaan praten. Are you prepared to travel to the center of the universe? Ja. Alright then, off we go. En hier zijn we dus gearriveerd bij Princess Peach Castle in de galaxy, waar eigenlijk nou in één keer dus Bowser is. Zoals je ziet, de ster die is al ingekleurd, aangezien de Fate of the Universe, dat we die al moesten halen om de Purple Coins te unlocken. Dit wil niet zeggen dat we dus, zeg maar, niet in de epische intro en alles gaan krijgen. En het level werkt eigenlijk precies hetzelfde. Zoals ik al heb gezegd, ik heb hem offscreen eventjes moeten doen, dus daarvoor hadden we in één keer één ster meer. Toen die tijd. Alleen, de bedoeling is dus, zeg maar, dat wij dit level nou gaan halen. Alsof dat ik niet weet wat er gaat gebeuren. Nou, ik weet natuurlijk wel wat er gaat gebeuren, want ik heb het spel vaker uitgespeeld. Maar dat maakt niet zoveel uit. Goed, dus wat we moeten doen. Deze beams, die zorgen voor zwaartekracht. En die zwaartekracht, die moet je dus, zeg maar, daar moet je in blijven. Want op het moment dat je die dus, zeg maar, zou verlaten, dan val je naar beneden toe. En dan kom je dus, zeg maar, in een zwart gat terecht. En dat is nogal een spaghettiotius. En het kan ook nogal een beetje glitchy zijn. Hier hebben we de Waluigi L blijkbaar. Waluigi die maakt dus toch stiekem een appearance. Geef mij nu dat licht. Alsjeblieft. Ik zit hier met een dry bones. Auw. Zou wel eigenlijk mooi zijn geweest dat ik... Zou eigenlijk mooi zijn geweest dat ik in dat andere licht terecht was gekomen. Door die vuurbarmen. Ach ja, kun je niet alles hebben in het leven. Goed, dus eigenlijk is dit, het is een beetje je standaard Bowser level. Maar ik moet wel zeggen, er zitten wel een paar elementen in waarvan ik zeg van tot dat best wel mooi gemaakt is. Net zoals hier zo'n beamy up, scuddy, beamy down, beamy en al die dingen, zeg maar. Dat je dus echt naar andere planeten weer toe gaat. En op zich vind ik deze wel mooi gemaakt. Ook al zijn het allemaal van die hele kleine dingen. Het brengt toch wel een beetje de danger, zeg maar, die je gewend bent. En long jumps, die raad ik hier eigenlijk af. Minion baby, de baby, de batch! Damn. Jullie hebben niks gezien. Dat was dom. Sorry. Mijn fa. Serieus, hè? Waarom de tweede ondertussen? Nee. Weet je wat, screw it. Ik ga gewoon de andere kant op. Nee, dat mag niet. Er zit een onzichtbare muur. Dit spel is glitchproof. Gemeen. Gemeen, zeg ik. Oh, kom op! Niet weer. Goed. Nee! Ga gewoon... Nee. Ik wil niet weer, Nee. Gewoon nee. Ik moet zeggen, ik heb dit probleem helemaal absoluut niet gehad bij de off-screen versie. Toen had ik helemaal niet zo vaak faals. Deze plateaus, die blijven gewoon staan, maar smelten na een tijdje. Dus als je zeg maar ergens te lang over zou gaan doen en je hebt die plateaus dus nodig, kun je beter opschieten. Nou, daar heb ik geen zin in die leven, want leven is, YOLO. Maar eigenlijk gaat het niet op in de Mario game, maar dat maakt niet uit. Oké, dan kom ik hieruit en dan... Eigenlijk heb je dus zeg maar alle elementen die we dus gezien hebben, zoals vuur, ijs,
zand. Alle elementen zeg maar, die je in dit spel hebt gevonden, die krijg je nu weer. En vergeet niet, hè, drijfzand is instant dead. Dus daar wil je niet in vallen. Hou daar rekening mee. Nou, na nog zoveel verschillende planeten te hebben gehad, wat krijgen we er nog? Oh, nou krijgen we dus zeg maar ook weer van die plateaus die dus weg zouden vallen op het moment dat je dus niet snel genoeg bent. Dus zorg je wel voor dat je hier een beetje snel genoeg bent. En laat die vuurballen je absoluut niet vertragen. Dan krijgen we hier nog een beetje parcours gebeuren. Auw, dat doet pijn. De hitte, de pijn. Auw. Oké, dan komen we hier terecht. En dit vind ik weer echt die ik weet niet waarom, maar die ronde dingen. Ik vind die gewoon heel erg mooi gemaakt. Die geven echt zo'n drie-dimension of vier-dimensionale eigenlijk. Want het is meer dan alleen maar drie-dimensionaal. Je zit dus echt zeg maar... tot je dus helemaal ondersteboven, achterstevoren door zo'n level heen gaat. En op zich, ik vind dat heel erg mooi gemaakt. En hier moeten we heel eventjes uitkijken, want volgens mij kwamen hier ook weer van die... Nee? Die Pokémon. Oh, er komt wel zo'n ding aan, er komt wel zo'n ding aan, er komt wel zo'n ding aan. Ik ben stoerder en auw. Nee, duw me niet in de lava, duw me niet in de lava, duw me niet in de... Nee. Jij faalt, Bullet Bill. Nee! Sorry jongens dat ik nou zo erg vaak faal. Dit is niet mijn bedoeling. Ik doe dit echt niet opzettelijk of zo, maar ik heb echt geen flauw idee waarom dat ik nou op dit moment zo erg veel aan het... Hallo Bonsai Bill. Ik heb echt geen flauw idee waarom dat het nou niet zo soepel wil gaan lopen als toen hoe dat het offscreen ging. Offscreen ging het zo erg goed. Ik blame gewoon de Let's Play vloek. Ik gooi het gewoon op de Let's Play vloek. Ik kan er niks aan doen. Oké, dus die bullet bills die achtervolgen niet, die zijn al bij je geëxplodeerd. Dat is mooi. Zo te zien krijgen we weer een Banzai Bill. Oké, nou weet je wat ik dan gewoon doe. Dan ga ik gewoon hier achter staan. En laat heel even die Banzai Bill even passeren. En Nifty, swifty. Oh, hij zit nog steeds achter mij. Oké, hij is dood. Oké, gelukkig. Doei! Ik ben er even. Ik vlieg er stiekem tussenuit. Oh, en waarschijnlijk komen we al bij Bowsy aan. Of Bowsy Jr. Looking for Princess Peach? Too bad, cause she's with me. Wow, Luigi, that's there. Oké, die grap moest gewoon eventjes. Oké, dus Peach heeft dus wel... gewoon, zeg maar... Die roept dus wel gewoon Luigi. Terwijl ze de hele tijd maar levens heeft gestuurd naar Mario. Zoiets van... Ja, sorry, maar... Luigi, we hebben eigenlijk geen vertrouwen in je. En nou staat Luigi hier en dan is het... Oh, Luigi, help me! Red me van Bowser! Alsjeblieft! Hoi, Bowser. Stijlcontest. Leuk. Hoi. Finally! You got here just in time to see the creation of my galaxy in the center of the universe! Watch and weep! Pom, 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 pom. From this galaxy, I rule a great galactic empire with Peach by my side. It will last forever! I will rule everything pitiful corner of the universe! So, Luigi, as you can see, I got big plans, and stomping you is the top of my list! Laat me raden, Louie. Bowser gaat weer hetzelfde doen als wat hij al de hele tijd heeft gedaan. Mis! Zoals we hier zien, we hebben hier geen vurige planeten, dus we hebben hier nou niet echt bepaald de kracht, zeg maar, om... Om dus zeg maar hem te laten stompen. Nee, in plaats daarvan gaat hij nou dus in een soort van bal veranderen met zo'n weak spot zoals we die dus al verschillende malen hebben gehad in sommige levels. Zijn hoofd is hier dus natuurlijk de weak spot. En wat je dus moet doen is je moet zijn stralen ontwijken en je moet dus perfect timen wanneer dat je zijn hoofd zou kunnen raken, nu dus. En dan gaat hij dus weer rondspringen zoals dat we gewend zijn. Ik weet het, ik praat er weer te veel doorheen, je hebt die awesome muziek weer. Maar goed, dan gaan we dus door naar planeet nummer 2. En planeet nummer 2, dan gaat hij dus vuurballen schieten. Heel erg charmant. Die vuurballen die draaien gewoon overal rond. En nou is hij dus zo slim om alles zeg maar te blokkeren waar dat jij dus zeg maar hem zou kunnen raken. Daar komen die groene balletjes voor in plaats. Die groene balletjes die moet je dus raken. Daarmee raak je Bowser. En door Bowser te raken weet je dus dat je zeg maar hem schade doet. Niet echt een slim planeetje om dat weer op uit te vuren, Bowsy. Ik bedoel, ik had wel wat beters voor jou verwacht. Ik dacht, oké, nou Bowsertje... Even op je wachten.
Even nog een Bowsietje. Oh nee, dan gaat hij weer vuurballen sturen. Niet leuk, Bowsie. Niet leuk. Boom. Oh, ik mis, toe. En ik raak? Oké, one hit for me, one hit for him. Ik vind het best. Ach ja, spinnen we een rondje. Waarom niet? Hoppakee. En dan de derde planeet. Goh, naar de centrum van deze gatenkaas-zon. Geen logica's, maar gatenkaas. En zoals we dus hier zien, hebben we weer onze bekende plateau zoals we al 3 keer Bowser hebben verslagen. Ik moet heel eerlijk zeggen, dit is eigenlijk waar dat ik zo teleurgesteld ben in heel deze bosbattle. Ik bedoel, hij doet precies hetzelfde, maar als hij zo slim was geweest om gewoon die rolanimatie te blijven doen, dan hadden wij geen enkele kans gehad, zeg maar, om hem aan te vallen. En dat was dus ook beter geweest. Nou hoef ik hem alleen maar weer dezelfde manier aan te vallen, zoals ik dat al 3 keer heb gedaan. Bowser, leer van je fouten! Nee, ik word boos en ik ga gewoon dezelfde fouten over en over maken. Ah, Bowser, echt, ik vind dit zo teleurstellend. Ik bedoel, we zijn beter van je gewend. Nou, ga je weer die bal worden? Oh nee, dan ga je eerst de shockwave doen. De shockwave. Auw! Wauw, Bowser, je hebt me een keer geraakt en de vuurballen die blijven hier rondlopen. En nou ben je een bal en dan kan ik niks doen. Als je nou oneindig door zou rollen, dan kan ik absoluut niet mijn eigen verdedigen. En dan zou ik dus keihard verliezen. Oh, wacht, dat doe je niet. Je springt liever, probeert me te verstupletteren. Maar dat is eigenlijk de enige kans die ik tegen jou heb. En wat ben je lief? Oké, nou, laten we hem dan nog maar een paar keer eventjes spinnen en bam! Bam! Instant replay! Hij geeft het ook gewoon op. Hij heeft echt zoiets van, yep, fout 1, fout 2, fout 3. En ik doe het gewoon voor de zoveelste keer nog een keer. En hij laat zich eigenlijk ook gewoon vallen in de lava. Zal wel pijn doen. Nou ja, we hebben Bowser al vaker in de lava zien vallen, dus ik denk niet echt op, oké, dit moet een soort zon voorstellen of zo. Weet niet. En daar komt dus de Grand Star, die dus niet echt shiny is, maar dus een beetje holografisch is, omdat we hem eigenlijk al verzameld hebben. Weten jullie dat ook? Als je al een ster hebt verzameld, wordt die holografisch. Oh, wat leuk! Maar ja, het maakt het wel een speciale ster. Ik bedoel, we hebben die andere sterren, die zijn precies hetzelfde, en deze die maakt het nou een beetje speciaal. Dus laten we hem grijpen! You got a grand star! Oh. En in één keer is hij goud kleur. No, my galaxy, my empire, this can't be happening!
Do you hear the baby stars? These newborns will grow up to become galaxies someday. When stars die, they turn to stardust and scatter across the cosmos. Eventually, that stardust reforms to create a new star, and so the cycle of life continues. But the cycle never repeats itself in quite the same way. So, you'll see. Welcome, new galaxy! En dat was Super Mario... Nou ja, eigenlijk het Super Luigi Galaxy. Nou, we krijgen nu al de credits. Maar geloof me, er komt nog eventjes een bonusje hier achteraan in deze aflevering. Dus zoals altijd ga ik nu mijn oordeling geven over deze Let's Play en al die dingen. En ik moet zeggen, ik vond deze Let's Play echt leuk om te doen. Dit is een van mijn leukere Let's Plays die ik echt fijn vond om gewoon van begin tot eind aan te doen. Niet dat ik er echt gewoon na een tijdje klaar mee was en dat ik gewoon wou dat het zo snel mogelijk afgelopen was. Wel moet ik zeggen dat de paarse muntjes dat ik liever had gehad, dat dat dus zeg maar een beetje meer variatie erin had gehad. Maar ja, dat is natuurlijk heel erg moeilijk om zulke dingen te plannen. Aan de andere kant heb ik nooit de starchips of de starbits hoeven te veranderen en al die dingen. Dus, de prankster comments en al die dingen. Dus op zich, ja, ik moet zeggen, ik vond het een hele leuke Let's Play. En wat ik dus ook heel erg leuk vond is, ja, om als Luigi te spelen in plaats van als Mario. Dus eigenlijk gewoon een beetje de standard Let's Play. Ik wou het een beetje aan de speciale kant doen, omdat, ja, op het moment dat ik met Pokémon bezig was, was er een andere Let's Player hiermee bezig. En deze die stond eigenlijk op het als idee, zeg maar, omdat het alweer een tijdje geleden was dat ik weer een Mario game had gedaan. Dat ik dan dacht bij mijn eigen van, ja, hij is al dat spel aan het doen, maar ik kan een andere versie ervan doen. En dat is toch gewoon, zeg maar, als Luigi te spelen, waardoor dat hele spel anders was. En zo ben ik toch een beetje op het idee gekomen. Wat ik wel een nadeel vind, is, je speelt het hele spel als Luigi. En je krijgt eigenlijk dezelfde credits als die je als Mario krijgt en al die foto's met Mario. Terwijl dat Mario eigenlijk geen ene floep gedaan heeft in onze storyline. Screw you, Mario. Ook al ben ik eigenlijk heel erg vaak een appearance als Mario en dat slaat helemaal niet. Maakt niet uit. Er is dus zeg maar nog één ding wat ik dus wil doen na deze aftiteling. Nog niet wegklikken, we zijn er nog niet. En de hint die komt dus op dat moment, zeg maar. Want de hint is eigenlijk... ik zat heel eventjes na te denken over of ik al gelijk met mijn volgende grote project zou gaan beginnen. Nou geef ik eigenlijk al een hint weg, want dan weten jullie dat het volgende projectje dus een klein projectje wordt. En dan geef ik nog meer hints weg. Weet je waar, ik geef gewoon de hint nou alvast. Deel 6 is er van vrijgegeven.
En aangezien dat we deel 4 pas gedaan hebben en deel 6 vrij is gegeven, gaan we dus niet deel 6 doen. En deel 4 hebben we al gedaan, dus we komen bij deel 5. En jullie weten nu allemaal al wat het is. Omdat, sowieso heb ik over 2 weken heb ik de livestream. Dus het is nog niet echt verstandig om het al aan een groot project te gaan beginnen. Dus ik denk dat volgende week zo ongeveer een paar afleveringen zijn. Want ja, sowieso zijn het kleine spellen, dus... Ik denk dat het een beetje dan zeg maar rustig aan is, zoals dat ik het nu gepland heb. En vergeet niet, die livestream die komt natuurlijk altijd dichterbij. Maar goed, genoeg eventjes over dat. Ja, jullie weten ondertussen wel welk spel dat het zal zijn. Zo niet. Ja, sorry, dat was de hint. Voor de rest, ja, zoals ik al in een andere aflevering had gezegd, sowieso welkom nieuwe abonnees. Ik hoop dat jullie deze Let's Play ook geweldig vonden. En natuurlijk ook mijn oudere fans. Ik hoop dat jullie deze Let's Play net zo leuk vonden als voorgaande Let's Plays die jullie van mij hebben gevolgd. En ja, voor de nieuwere kijkers, updates die volgen natuurlijk altijd via Facebook en Twitter. Er is een speciale Zelda Player 20 Facebook. En ja, ik ben ook op Twitter, maar de meeste updates gaan altijd via Facebook. Omdat als ik ze op Facebook plaats, komen ze automatisch op Twitter. Maar Twitter kan niet zoveel tekst aan, dus komt er een lange update, dan krijg je op Twitter maar een klein stukje. En daar Facebook zou makkelijker zijn. Maar heb je geen Facebook-account, dan raad ik gewoon aan om zeg maar wat op Twitter te doen. Heb je geen van beide? Het spijt me zeer, maar ik kan natuurlijk niet iedereen up-to-date houden via video's. Want anders krijg je elke keer van die hele kleine korte video's die nergens op slaan. Dus met dat out of the way, welkom! En ik hoop dat jullie deze Let's Play net zo leuk vonden als dat ik hem vond. Voor de mensen die bang zijn dat ik zou stoppen met Let's Plays, nog langer na niet. Dus maak je daar maar geen zorgen over. Nou, hij zegt hier nu the end, maar het is nog absoluut niet the end. Want daar heb ik absoluut nog helemaal geen zin in om the end te krijgen. Dus wat ik ga doen is... All rights including the copyrights of game, scenario, music and program is natuurlijk reserved bij Nintendo. Want Nintendo is het awesome bedrijf wat de geweldige spellen maakt. En ik hoop dat voor mensen die nog Mario Galaxy nooit hebben gespeeld... Je hebt dus zeg maar voordat je dit doet... Heb je natuurlijk ook nog een extra cutscene. Dus ik ben heel even stil. Watch over you from beyond the stars. Oké, blijkbaar konden ze thank you wel voice acten, maar dat andere niet. Natuurlijk leeft Toadlomme nog. De Grand Finale Galaxy is now open. Ja, wij willen eventjes even. Anders krijgen we namelijk een groot probleem ermee. De Grand Finale Galaxy die is alleen maar vrij te spelen op het moment dat je 120 sterren hebt gehaald als Mario. En daarna moet je als Luigi spelen ook alle 120 sterren. En daarvoor wou ik het eigenlijk eventjes laten zien. Dus, daarom wil je hem ook zeven, want anders zou hij het zeg maar niet hebben opgeslagen. Dus wat wil je dus zien, zeg maar? Ja, die derde, of die achterste, die had ik dus voor de zekerheid maar bijgepakt, maar dat was gelukkig niet nodig. Wat we dus moeten doen, is we moeten dus weer terug hier naartoe gaan. En ik weet, ik heb eerlijk gezegd die Grand Galaxy van Mario Galaxy 1, die heb ik maar één keer gedaan. En dat is zo lang geleden dat ik hem helemaal vergeten ben. Dus, laat ik het zo zeggen, je kunt het neerschrijven als blind. Je kunt het neerschrijven als een blinde... Je kunt het neerschrijven als een blinde plek. Of ja, een blinde run zeg maar van de Final Galaxy. Of de Grand Galaxy. Ik heb geen idee of het een moeilijk level is, een makkelijk level is. Ik weet er helemaal niks van. Ik ben het echt helemaal kwijt. Misschien tot als ik het zie. Maar goed, zoals we dus zien, is hier dus nou een extra Luma neergekomen. Want to go to the Grand Galaxy? Ja.
Oké dan. Nou, hij maakt dus nog een groene ster. Ik vind het jammer dat je dus hier niet een extra groene ster voor zou moeten vinden. Maar zo komen we dus zeg maar bij de Grand Galaxy terecht. En zo komen we dus bij de Star Festival, waar we dus zeg maar de 121ste ster kunnen vinden. Tenminste, zover ik weet. Oké, dus dan komen we weer terug bij de Mushroom Kingdom. En ik heb eigenlijk geen enkel idee wat we hier 100 muntjes moeten gaan verzamelen. Wat leuk. Ik bedoel, ik... Nee, toch zeker. Dit menen we. Echt serieus. Have no fear, we have security area. Serieus. 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 Wat heb ik dit te zeggen? Hey, it's me, and me, Billboard. Your world is such a cool place. If only I weren't a sign. Ah, arm bordje. Sinds wanneer hebben bordjes eigenlijk gevoelens? Maar serieus. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, serieus. Ik bedoel. Zoals we allemaal weten in Mario Galaxy 2, op het moment dat je de 120 sterren hebt gehaald, krijg je de groene sterren. De groene sterren die zijn goed verborgen. Daar heb je er ook 120 van. Mr. Luigi, you gotta hear this. We did such a good job. They are promoting us to Royal Guards. With me as a Royal Guard Commander, nobody will ever give that Princess Peach again, ever. New Super Mario Bros. Wii U. Koopas, Boos, Giants, Overgrown Moles, whatever, bring it on. Ik ga je nog niet eens mijn woord aan vuil maken. Maar nogmaals, daar hebben we dus zeg maar als je dan die 240 sterren hebt verzameld. Dan krijg je nog een extra ster. Die extra ster die je moet verzamelen is zo vervelend en moeilijk gemaakt. Maar je krijgt tenminste checkpoints. Na die checkpoints komt er één prankster komt vrij. Dat is de daredevil op alles. Daardoor moet je het level halen zonder één keer geraakt te worden. Dat is een giga uitdaging. Dat is Gunkai, zo weet ik het allemaal nog meer. Ah, Star Bunny, zo gaat het ermee. Hoe gaat het met jou? Star Festival? Star Bunnies? Yes, I'm sensing a connection here. Oh, wat? We know who the real heroes of this story are. Oh, echt waar? Look at those shooting stars! Zoveel bunnies. Star bits are falling everywhere. I've never seen anything like it. We'll race again soon, right? Boing, hi. Oké, sorry, dat moest gewoon. Maar dus... Dit is geen uitdaging! Dit is bullshit! Wat is... Wat? Wat nou? Luigi, there's a congratulations letter for you. Do you want it? Fine. I sent the letter to the Wii message board, so look out for it. Oké, dat zal ik doen, meneer Toadmans. Nou, met dat pakken we maar die ene ster. Yay! Echt serieus, ik heb dit gewoon verdrongen. Volgens mij vond ik dit zo slecht. Ik herinner me er helemaal niks van. Kijk eens, we hebben 121 sterren. We broke your game! Serieus! Ja, whatever. Whatever. Oké, dan kunnen we dus zeg maar weer tegen Rosaline praten. En dan krijgen we dus zeg maar weer hetzelfde item. Daar heb ik geen zin in. We hebben de credits nou netjes gehad. We hebben de 121ste ster gehad. Het enige wat ik jullie nog laat zien van deze Let's Play. Om dit af te sluiten voor eens en voor altijd. Is het berichtje wat we hebben gehad op de Wii menu. Nou, zoals velen hebben mij gevraagd. Hoe is het mogelijk dat wij dit spel kunnen zien in 1080p. Hoe is dat mogelijk? We snappen het niet. Zelfde Play 20, kun je dat ons uitleggen? Maar zoals je ziet, is dit dus zeg maar onze Wii menu. Fout. Ik speel dit op de Wii U. En alle spellen die hierop staan, ja, die heb ik origineel. Hier hebben we dus zeg maar de Mega Man series. Hint. Dus, wat ik dus van plan ben is eventjes naar onze Wii messageboard te gaan. Dan heb je dus altijd de dagindeling, zoals altijd en zoals jullie dus hebben gezien. Deze opname die heeft 1 uur en 42 minuten geduurd. Dus wat hebben we voor bed? Dear Stefan. Of is dit van Toad? Van wie is dit?
Eerst even kijken van wie dat dit is. Oh, de staff members. Oh, de staff members. Oké, nou, de staff members, die moet ik natuurlijk wel een hele awesome stem geven. Ik bedoel, ze hebben best wel een mooi spel gemaakt. Maar goed. Dear Stefan, congratulations. We would like to send you a galaxy-sized thanks for saving all of the power stars and playing to the very end. Until next time, the Super Mario Galaxy staff. En die hebben dus een fotootje bijgevoegd van Luigi met Rosalina en de Toads. Nou, op zich, ik vind dat wel leuk. Ik vind het wel leuk dat het dan zeg maar zoiets naar je Wii Bullet. Net zoals wat je had bij Mario Galaxy 2, hebben ze dat ook gedaan met Mario Galaxy 1. Maar goed, zonder enig oponthoud. Ga ik nou dus beginnen met de afsluiting van deze Let's Play. Dus, heb je een leukste favoriete moment van heel deze Let's Play? Laat het weten in de reacties als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je daar natuurlijk ook de tijd voor hebt. Nogmaals, ik vond het super leuk om deze Let's Play te doen. En ik hoop jullie allemaal te zien in de volgende mini Let's Play. En natuurlijk in het weekend eventjes een aparte special, niet de modded. Wanneer dat de modded verder gaat, hou de updates in de gaten, zou ik daarvoor zeggen. En met dat sluit ik hem nu af. Dus dank jullie wel voor het kijken. En ik hoop jullie weer te zien in de volgende Let's Play. Tot dan. Doei! Hi.